CBN Prime luurt van donderdag 28 september 2017 uw aandacht voor de headlines. Rozenblad, men wilde niet in het busje van Ronald zitten, zie nu. Voorzitter, krijgt Mark, men probeert tweedracht te zaaien. Binda, ACMOS relief voor Sint Maarten een succes. President legt bevoegdheden tijdelijk neer. Chinese tak Mark Zuid in gebruik genomen. Saronbrug weer open voor verkeer. Criminele bende opgerold, twee bendeleden met schotverwondingen. Bij naad, regeerders nu aanpakken voordat het te laat wordt. En ruim 100 gedupeerden door reisbureau VKV Holidays. Het volk wilde niet stappen in het busje van Ronald. Daarmee verwijst ondernemer Marlon Rozenblad naar ex-president Ronald Venetiaan. Men wilde stappen in het huidige busje. Deze swingt, deze race en kan bijna te pletter slaan. Zo erg is het volgens Rozenblad, die een vergelijking maakt tussen de periode van ex-president Ronald Venetiaan en de huidige regering. We voeren nu naar het vraaggesprek met ondernemer Marlon Rozenblad. Wel, president, die kinderen verkopen geen knippa meer. Die kinderen verkopen lichaamsdelen. Zowel de jongens, zowel de meisjes. Het is verschrikkelijk wat je ziet op het veld. Want dit heb je op angri, maar dat bij Amina net zo boriaar om zijn fausa doen op straat. En dan komen ze op straat. Is dit, want men zegt God heeft de president gezet. Ik weet het. Ik draag er ook kennis van. Maar wanneer God je zet, zet God je met een doel. Jana gadopot mi jana wamane poer mi. Die avond was ik daar met Leo Brunswijk. Toch? God zet je ja. Amen. Maar God zet je met een doel. Om onze samenleving te verheffen. God heeft niet gezegd. Zeg, ga en laat ze pinaren. Ik denk niet dat dat God zijn bedoeling is geweest. En daarom zeg ik. Ik vecht tegen niemand. Als ze dat denken, hebben ze het glad mis. Dat gevecht tegen mensen die dit volk onderdrukken. Dat gevecht is door mij al lang overgedragen aan dezelfde God. We hadden het in der tijd over die onzichtbare hand. Verleden spraken we erover. De president is voor gezondheidsreden naar Cuba gegaan. Alle respect daarvoor. Maar natuurlijk zou ik het ook leuk vinden als de president zijn wapenbroeder, die nu ook in het ziekenhuis ligt, mee zou nemen naar Cuba. Alleen om het leed van een van zijn wapenbroeders te verzachten. Ik ga geen namen noemen, maar een van die heren ligt nu in het ziekenhuis. Toch, we gaan geen mensen bespreken. En hoe wiens ding dat adede? Nee. We wensen de familie kracht en wijsheid toe. En we wensen hem sterkte toe dat hij snel weer de oude wordt. En God bepaalt alles. Ik heb altijd gezegd. Te you do. Na jatapa grondtapu ye butu. Fos igwe grondtapu o whip you. En de bakadat gade o bro you. En dan ga ik terugkomen op die bus. Die tori van die bus. Er is een andere chauffeur nu. Die bus rijdt. Met een 87, 88 koers. Met een touwman naast hem. Om u tegen te zeggen. En in berekend touwman altijd een mekie barimoro chauffeur. Touwman. Samen bij die voorstroomtje zo'n fat touwman. Chauffeur. En rij een bus boentranga. Op een gegeven moment. A bus green one gotro. A bus green one gotro. A bus is zo'n. Michi Marlon Rozenblad heeft gezien dat deze bus op een gegeven moment in een goot of een ravijn gaat vallen. Een bus van een moppetap vanaf de overflyer. We in een ravijn.
Atawa man, en roep op zich een pospoesabus. Desma sa stans doinabus, mi bar desma. Maar desma wa pusabus, maar desma no wa pusabus dan asem chauffeur. En dat zegt die tawaman, zegt ja, maar if a chauffeur di si, no de. Dat soort chauffeur wo poti. Met a chauffeur begin gwe, wo vende wel een chauffeur. Laat men de bus zien als Suriname. In een Maria bus. Het is jammer dat ik het moet zeggen. Ik die toen geholpen heeft. Want wat gaan ze zeggen? Ja, maar ik ben je toeter. Tegen beter weten in. We hebben toen uit goede trouw. Ik persoonlijk. Ik heb uit goede trouw gehandeld. Omdat niemand me op andere gedachten zou kunnen brengen. Dat het niet zo zou gaan. Maar na de eerste zittingsperiode heb ik voldoende informatie vergaard. En heb ik besloten om uit die stuurloze bus te stappen. En dan wat krijg je? Dan begint die tawaman te schelden. En synoniem voor tawaman is andomang. De man tapa veld sap over Sami Abe. Andomang bejimang. Nya her munama e no pai. Dat was het niveau. En vandaag aan de dag worden mensen aangezet om anderen te vernederen en te beledigen. Mensen op te roepen en haat te zaaien onder het Surinaams volk. En dan vraag ik mezelf af, tawaman. Hoe lang gaat u zo doorgaan, tawaman? Waarom staat u niet op uit die bus en u gaat helpen stoten? Of bent u te zwaar? Hij nuttigt te veel, want we praten nu over 3 salarissen voor een tawaman. Terwijl er zoveel kinderen rondlopen met een diploma. Kinderen, geschoolde kinderen. En wanneer die kinderen een werk gaan zoeken, moeten ze nog ook wat ervoor gaan doen. Dus je krijgt een dubbele straf. Je bent geschoold, je bent ontwikkeld. Toch? Je hossel is stuka. Dat ik ben stuka. Dan moet je uit gaan eten met een van deze beulhazen. Alleen om in aanmerking te komen voor een baan. Waar gaan we naartoe in Suriname? President zei toen, Mino Purwang kon man view, dan pot wan domi fmi. Het zijn woorden die de president heeft gezegd. Kijk waar we nu vervallen zijn. We zijn in de goot met die bus. En men vraagt, zegt Pusa bus, saka imie pusu. Famie mie pusabus, mino ma pusabus na nga sem chauffeur. Of a chauffeur moest draaien aan uw paraboto. Want zo kunnen we niet verder. Wij zien zelfs dat er wat er nu gebeurt, dat het niet door de beugel gaat. Ik heb vaker aangehaald, zeg 1/3 deel werk om 2/3 deel te verzorgen. Waarom gaan die mensen gaan werken terwijl die mensen zitten en ze krijgen loon? Waarom gaan ze werken? Ik vind wel een Europa meisje met je smimoni. Mensen moeten productief worden. Mensen moeten ingezet worden. Mensen moeten niet met valse voorwensels gepakt worden. Je moet die mensen gewoon zeggen, zeg meneer, in Morocco anders in Onyang. Je moet hard werken om je land te verheffen. Vooruitgang van dit land is vooruitgang van elk individu. Je zei niet, we gaan studeren. Dat heb je studeren. Je dochter of je zoon zit thuis met diploma's. En dan heb je een leeg hoofd daar zitten die de dienst uitmaakt. Die niet eens in zijn eigen behoefte kon voorzien. Toch? Die nu de dienst uitmaakt. Ik heb tenminste in mijn eigen behoefte kunnen voorzien. En daarom merkt u dat vaak genoeg kunnen mensen me geen antwoord geven. Tijdens de verkiezing
heeft men het staatsmedium. Men zegt je mag niet beledigen. Wat heeft men tijdens de verkiezingen gedaan met hardwerkende burgers? Burgers die hun sporen hebben verdiend in de samenleving. Burgers die nooit de hand hebben opengehouden voor iemand. Wat hebben ze gedaan via onze staatsmedium? En vandaag zeggen ze, je mag niet beledigen. Wees jij het voorbeeld van no? Dat er niet beledigd mag worden. Men is zelfs zo ver gegaan dat men straatfiguren brengt naar onze staatsmedium. Geen rekening houdende dat er internationaal Heer Holland en Arkidemang. En dan zet je een dame daar, ze roepen de Dekibolu of Tingibolu, om mijn persoon Malo Rozenblad te beledigen. Vergeten ze wie de sponsor is geweest van dat programma? Mensen aanzetten, oproepen om mijn zaak te boycotten. Zeggen ze dat ze mijn zaak een kopje kleiner zouden maken, dat ze een inval hier zouden doen, via onze staatsmedium. Ik heb ze nooit antwoord gegeven, maar ik zit nog steeds te wachten. Nu krijgen ze via Facebook een koek van eigen deeg. Natuurlijk vind ik het niet altijd leuk, want je moet respect hebben voor het instituut van de president. Als hij het goed doet of niet, je moet te alle tijden respect hebben. Zo ben ik tenminste opgevoed. Vooral als mijn jaf dringang aan man. Mijn jaf aan man, mijn drink aan man. Dat mijn troon voor doet. Is dat zelf voor doet. De jaf dat de figuur de bekker groeit. Toch? Je doet het niet. Je zal respect moeten hebben voor mensen die anders denken. Want er zijn genoeg anders denkende die dit land kunnen verheffen. Ik ben een van ze. Ik heb in mijn behoefte kunnen voorzien. Dus ik kan dat ook doen voor een ander. Maar je gaat mensen niet beledigen. En een monoloog vormen. Ik heb vanmorgen nog voorgehouden aan iemand. Zeg, ik vraag me af waarom ze niet doorgaan met het beledigen van mij. De samenleving is ook deelgenoot ervan geweest van de beledigingen. Nu voelen ze de klappen van de zweep. En nu komen ze naar me toe. Zeg, waar is Brunswijk? Brunswijk, nog kan je pwangama. Hello. Voor wat zie je Brunswijk? Is Brunswijk alleen daarvoor goed? Ja, maar we horen niks van Brunswijk. Wel, ik heb Brunswijk gezegd. Zeg, voorzitter, rustig. 2020. Dus wij moeten voor u de hete kastanjes gaan halen uit het vuur. Hadden we u niet in voldoende mate gewaarschuwd? Wat er komen zal? Dat er een orkaan zou komen die niet uw huizen zou wegblazen, maar die alle prijzen de lucht in zouden inblazen. Maar u heeft ons niet serieus genomen. Wij weten meer dan de normale burger. Er zou vanaf 2013 gedevalueerd moeten worden. En wanneer men praat over devalueren, dan is het zo dat er een groepje, een grote groep, heel arm wordt wanneer er gedevalueerd wordt. Maar u moet weten dat de kapitaalbezitters, dat ze 30 en 40 maal, vele malen rijker worden wanneer er gedevalueerd wordt. U wordt 10 maal zo arm en zij worden 10 maal zo rijk. Ik heb ze voorgehouden. Tot voor kort moest ik mensen nog uitleggen wat het woordje devalueren betekent. Ik heb politie zelfs uitgelegd. Ik heb schoolmeesters uitgelegd. Zeg, uw salaris waarmee u $600 en $700 ging inkopen, gaat u straks $200 maar kunnen kopen. Ze geloofde het niet. De tijd met dat boeia lauwlauw zijn niet. Toch? Ik wil niet demanden dat het lauwlauw zijn. Ik zeg, ik jump ook op uit dat bus. Omdat ik sap dat het bus boven land in een gotro. En ik sap dat het tawamang. Want
Ama zei rij a bus trefie aan het tak voor mij zat tawama en rijder mora bus chauffeur. En die tawaman gaat u altijd onder valse voorwensels, leugens voorhouden. Want die man kreeg 3 salarissen toch. Die man is niet gewend geweest om zoveel geld te zien toch. Die man heeft in feite, doordat ze u hebben misleid, heeft hij de jackpot geslagen. 3 salarissen. En er zijn stukken, er zijn mensen die werken op kantoren. Die moet stukken hebben gewezen. Zeg, kijk wat die man verdient. Kijk wat hij hier verdient. Die man heeft 3 tot 4 salarissen. En wij als samenleving moeten gebukt gaan onder die ellende wat we tegenkomen toch, in de winkels wanneer we inkopen gaan doen. Voor morgen vrijdag en zaterdag houdt de Kreftmarkt wederom hun welbekende cookout. Ze organiseren de cookout om meer mensen hier aan te trekken op de Kreftmarkt, meer bekendheid te geven. Vandaar dat zij nu voor de 3e keer hun cookout organiseren. En er is wat geplaatst op Facebook over dat de mensen hier van de Kreftmarkt vallen onder de Amazonemarkt. Maar volgens de voorzitter Marianne Emanuelsen Sabayo is dat helemaal niet waar. En dat hebben zij ook geprobeerd en dat hebben zij ook ontkracht in dit vraaggesprek welke zij hadden met TBN Prime Alert. En mevrouw Marianne, de voorzitter, die kreeg ook de volle ondersteuning van de overige standhouders hier, die aangeven dat anderen die nu bezig zijn om tweedracht te zaaien, het hun niet zal lukken. We voeren nu naar dit verslag vanuit de Kreftmarkt. Mevrouw Marianne Emanuelsen Sabayo, voorzitter, dan wel de kapitein van de Kreftmarkt hier. Jullie organiseren wederom jullie cookout. Wanneer en voor de hoeveelste keer wordt dat? Goedemorgen mensen. Ja, dit is onze 3e cookout van de maand. Dus, en het is morgen en zaterdag. Dus 29 en 30 september. Ja. En wat mogen de mensen verwachten? Wel, we hebben de inheemse keuken en de Maronse keuken. En waarschijnlijk komt een Braziliaanse vrouw erbij. Dus we hebben ook Braziliaans gerecht. Okay. Ja. Hoeveel mensen zullen dan in totaal koken? Ik denk er zijn in totaal 6 mensen die gaan meedoen. Okay. Ja. Ja. En de prijzen, die variëren van? Vanaf 25 SRD. 25 SRD een portie. En ja. Ze kunnen dan voor jullie wel bekende peperwatra? Ja, peperwatra Anjumara, peperwatra Pingo, peperwatra Pakira. En de Afingi dus. De Munga cake. We hebben de pinda rijst en de bravo soep. Oké. Okay. Ja. Hoe zijn de eerste 2 verlopen? Ja, ze waren wel, we waren wel tevreden. Dus voor de eerste en de tweede. Dus we kijken uit naar de 3e cookout. Ja. Ja. Is er ook entertainment? Ja, we hebben een DJ erbij als de vorige keer. Dus die is er ook bij. Ja. Mevrouw Emanuelsen, er staat er iets op Facebook dat jullie vallen onder de Amazonemarkt. Jullie zijn nu een deel van de Amazonemarkt? Mensen, een kleine correctie. Ik heb een filmpje gezien op Facebook dat wij onder de Stichting Amazonemarkt valt. Maar dat is het niet. Wij vallen niet onder Stichting Amazonemarkt. Wij zijn de krachter, wij vallen onder de commissariaat naar de DC, naar de heer Nerkus toe. Dus wij zijn geen stichting, nog van mevrouw Aluma en nog van mevrouw Olivia Toumere. Maar zorgt dat niet een beetje voor verwarring onder de mensen wanneer ze zeggen dat ze zich daar kunnen registreren? Ja, want we hebben ook gehad van, we hebben een leiding nu. Ik ben de leidinggevende dus en mevrouw Mildred Souvenir, zij is de ondervoorzitter. En waarschijnlijk wanneer ze degene die zich willen registreren, moeten naar mevrouw Emanuelsen, dus ik als persoonlijk en mevrouw Mildred Souvenir. Dus wij zijn de contactpersonen en de tussenpersoon naar de DC toe. Maar waarom probeert men toch een beetje verwarring te brengen? Ik heb er geen idee, ze hebben hun mening, maar om dat alleen te voorkomen wil ik de mensen duidelijk maken dat ik de leidinggevende ben en we vallen niet onder de Stichting Amazonemarkt en nog van mevrouw Aluma. Maar zijn er leden van de Amazonemarkt hier? Ja, ik als persoonlijk, ik ben ook een crafter. Elk jaar doe ik mee aan de,
van 9 augustus, de inheemse dag. Dus ik ben ook een van mevrouw Alumama. Ja, helaas ben ik hier de leidinggevende. Dus dan moet je bepaalde dingen met bepaalde dingen meegaan en meewerken. Dus wij vallen niet onder de Stichting Amazonemarkt. Dus de persoon die zich in feite opgeeft als ze zijn de ondervoorzitter, dat klopt niet. Jullie hebben hier een andere ondervoorzitter. We hebben een ondervoorzitter, mevrouw Mildred Souvenir. En ik persoonlijk, Marian Emanuelson, de leidinggevende. Had iemand nog iets toe te voegen? Had iemand iets te zeggen? Wie gaat... Mevrouw. Ja, ik wil wel wat zeggen. Toevallig, vanmorgen ben ik hier gekomen, heb ik dat gehoord. Dan van mevrouw Marian Emanuelson, dat het op Facebook is nog. Ik weet het niet, maar ik heb het niet gezien. Dus ik vind, degene die achter haar zitten met zoiets, laat ze gelijk stoppen ermee. Want dit is geen Stichting Amazonemarkt leidinggevende. Het is van de markt, de crafters en het gaat via de DC. Het gaat niet via mevrouw Aluma of mevrouw Toumere. Helemaal niet. Mensen, dus jullie moeten niet naar mevrouw Aluma en mevrouw Olivia luisteren hoor. Wanneer jullie willen registreren, komen jullie bij mevrouw Emanuelson Marian en mevrouw Mildred Souvenir. Dat wil ik bijvoegen. Dus sorry voor ze. Ja. En bij dit wil ik ook zeggen, ja, if mevrouw, if haar DC installeert, want kapitein en een basha. Ja. Hoe tapen de krabu? Dit krabo-achtig manier om dat hij. Want als van Asan ego no no zo. Mi vindt dat ego valk boom. Asan no bij de bestuurloos. Ja, en no no zo aan bestuurde. En mi de tanga no. Nooit eten meer dan ze me klagen bakka. Nooit eten meer dan ze me klagen na visie. Ja, en wat no no zo opbouw o zet Asan kon zodanig dat hij. Even ze me klagen na bakka. O nu ze leven in Flamen direct. Ja, want dat te begin zo, dat wat ik je bege kweke een vereniging voor oneenigheid. Dus dat dadelijk je op een vereniging voor een hereniging en gewoon zang, gewoon poeren uit elkaar. Maar uiteindelijk, wie is van de draaien go, hoe draaien kon, hoe zit dat alles aan de wakaboen, dus we snap tangano, we snap vierkant, baka, a kapting, nanga abasha. Dus nu was maar af aan een broer komen. Dat zou ik net vragen, men probeert gewoon twee drachten te zaaien. Dat gaat niet lukken, omdat met heel mijn hart, ja, zonder hoigri, mij is naar Baka Abasje, mij is op vertrouwen, maar mij takken. Wij allemaal, ja. We staan er. Oké, dus dat wat ik oeieren, dus mij zingen. En de smaak horen, dus dat wat ik hier aan het horen. Abon, alvast een fijne dag. Power! Kapitein Ko Alassan, ik ben precies lekker van Amusgo. En daarom ben ik tevreden met Alassan. Ja. Rasuma kies den kans, maar ze hebben het niet benut. Niet benut, dan ben ik denk aan dat ik de Libabatja naar de kapitein rustig. Vandaag is de voorlaatste dag van Nauwraten. Nauwraten, het woord zegt het al, nauw is 9 en raten zijn de nachten, 9 nachten van aanbidding. En het is een heel belangrijke periode voor Hindoes wereldwijd, dus ook onze Hindoes hier in Suriname. De bedevaartsoord te Weg naar Zee, die heeft er in dit kader de laatste 3 nachten een programma van devotie, van aanbidding, maar ook van lecture. We spraken hierover met de voorzitter van het bedevaartsoord, en dat is dan de heer Raman Bainaat, die vertelt over de activiteiten welke zij hier hebben in het kader van Nauwraten. Maar hij geeft ook gelijk een boodschap mee naar onze leiders, vooral wat onlangs door wetenschappers is aangegeven, dat onze zeespiegel, die steeds een stijging vertoont, en daarom dat onze leiders, onze regeringsleiders, ook in de toekomst moeten denken en nu reeds maatregelen moeten treffen.
hij geeft er een boodschap mee op deze Nauraten. Niet alleen aan alle Surinamers, maar ook aan onze leiders. We voeren nu naar dit verslag vanuit het Bedevaartsoord Wegnerzee. Heer Ramon Bainaat, voorzitter van Bedevaartsoord Wegnerzee. We zijn in de periode van Nauraten, bijna aan het eind nu. Wat heeft het Bedevaartsoord hier georganiseerd in verband met Nauraten? In Nauraten komen dagelijks mensen hier om prasad te offeren, om aan te bidden, de moeder Durga. En zo zijn we vanaf het begin bezig gezien, vanaf het begin van Nauraten. En vanaf gisteren, wij hebben 3 nachten programma georganiseerd, waarbij mensen komen om, we houden lectures, speeches, etc. We hebben puja, we hebben katha, we hebben bhajans en natuurlijk de vegetarische maaltijd ook. So, dat hoort ook erbij, bij elke religie, elke activiteit. En er komen heel wat mensen en we zijn zo bezig hier. Maar je zou me afvragen waarom we 3 dagen maar doen. Mm-hmm. Het is dan op een afstand. En alle mandi worden gehouden, alle mandis. Dus zou ik dan ook 9 dagen doen, dat zou het misschien de toerop niet zoveel zijn. Dat zou het verspreid zijn over 9 dagen, toch? Maar nu doe ik het 3 nachten. Dan komen die mensen in 3 nachten. Dan heb je al die mensen nog de gelegenheid om 3 dagen hier te komen om te bidden. Ik kan ook de diensten doen, maar ik interesseer die mensen om zelf te doen. Bij mij staat de beste boodschap is de man zelf. Mm-hmm. Ik herinner die mensen, ik zeg die mensen, ga zelf die puja doen. Ga je bloemen offeren, wat je in je hart hebt. Ga praten tot Durga Mata. En wat is Durga Mata? Is niet anders dan de moeder der natuur. Hè? In deze periode van 9 dagen, 2 keer per jaar, Navaratri, wordt gezegd dat in Durga Mata wordt haar gebeden met haar 9 zusters, etc. Maar het is niet anders dan de natuur wordt aangebeden. Ja, de natuur. Je ziet wat op de hele wereld nu gebeurt. Het is natuurverschijnselen. De natuur is echt boos geworden. Mm-hmm. En zo dit ding, de Navaratri, zoals gevierd wordt, elke dag met houden, etc., je wordt de vuur over. Als je dat doet, dan Suriname is nog voorlopig bespaard gebleven, wat dat betreft. Er wordt veel gebeden in Suriname, laat maar zo zeggen. Er zijn niet alleen de hindoeïsme, ook alle andere religieën. Mm-hmm. Waardoor we bespaard zijn gebleven, voorlopig van de natuurrampen. Maar er gebeurt ook dingen die niet mogen, laat maar zo zeggen, gezonde, laat maar zo noemen. En de situatie van het land, mensen zijn niet eerlijk bezig. En als je dat niet bent, kan ook de natuur eens boos worden. En dan kan je ook die natuur aan kunnen krijgen. Dus daarvoor deze Nauratri. Laten we de mensen, als we het hele jaar niet kunnen lopen, die mensen zo bij elkaar te krijgen, om de 9 dagen, alleen 9 nachten, is het toch goed. Maar het zou goed zijn dat je de natuur elke dag aanbidt. De natuur geeft ons alles. Dus mijn ding is visie. Ik zeg die mensen. Ik praat tot die mensen, de mensen komen, er komen veel mensen hier, ik praat tot die mensen. Wat ze eigenlijk moeten doen, er moet eigenlijk ook met een paar pandits gesproken, ik heb met een paar religieuze leiders gesproken, dat we gezamenlijk Surinamers moeten nu gaan mobiliseren, om alvast de natuur aan te bidden, zodat we gespaard kunnen blijven van die natuurrampen. We hebben laatst in de krant gelezen, wetenschappers hebben al berekend, dat in deze eeuw, gaan we een zeespiegelstijging hebben van 1 tot 3 meter. Maar dan kan je niet blijven wachten. Je moet wat doen. Of dan moet je een dijk gaan bouwen. Maar dat zie ik niet in de toekomst. Want jullie weten, iedereen weet het, jullie weten het ook. Hoe lang er werd gesproken over de dijk. Mm-hmm. Er is al jaren, 20 jaren wordt gesproken over de dijk, maar de dijk komt niet. Misschien door het aanbidden van de natuur kunnen we toch bespaard kunnen blijven van die natuurrampen en automatisch van de zeespiegel stijgen. Maar ja, niemand reageert. Hè? De regering zit netjes op zijn droge daar. Die lezen niet, of ze niet lezen, of ze niet volgen wat de wetenschappers zeggen. En als de zeespiegels komen, dat is al te laat. Je weet in Suriname hoe in Suriname, als de kalf verdronken is, gaat men die koeien leren zwemmen. Dus dat is in Suriname. Ja. Dus kijk niet vooruit. Nederland, die mensen kijken vooruit, dat staat ons te wachten. Ze zijn al bij te investeren in hun dijken. Ja toch? Maar hier in Suriname, nee. Iedereen, er is recessie, vakantie.
Die mensen zijn lekker naar het buitenland gegaan. Ze hebben niks te maken wat in de krant staat, wat de wetenschappers zeggen. Ze gaan lekker wandelen, ze gaan lekker relaxen. Niks te maken wat met ons land gebeurt. Dus na mij de zondvloed, dat zeg ik altijd. Dat is al die regeerders. Dus na mij de zondvloed. Maar daarom zeg ik aan die mensen, mensen, laat die natuur blijven aanbidden, blijven aanbidden. En vooral deze periode, de hindoeïsme zegt vegetarisch eten. Maar die het niet kunnen volhouden, laat maar zo zeggen. Dan heb je die periode nu twee keer per jaar Navratri. Dan hou je je rein door het niet te eten, door vegetarisch te zijn. Dan, ik denk dat ons behoorlijk gaat helpen, de natuur. Maar je moet bezig zijn met de natuur. Je moet niet zitten te wachten de natuur jou gaat. Jij moet de natuur aanbidden. En daar leg ik die mensen uit hier ook. Wachten, niet wachten tot het laat is. De kinderen vooral, er komen veel jongeren hier. Ik doe het kort, ik doe het van 7:30 tot 8:30. Zodat ik geef het in, alleen in Hindi, ik doe het ook in Nederlands. De jongere kinderen, de jongere mensen, de schoolgaande, is de Hindi-taal niet zo machtig. Ik ga niet diep Hindi praten, ik praat normaal tot ze. Kinderen, wat jullie moeten doen en, om zwart te blijven van de natuurrampen. En dat is mijn motto. Moeten we iets gaan doen, we moeten gaan dijken, zo en zo. We moeten de natuur bidden. Ik begrijp hierbij naad dat we straks in oktober gaan naar een periode van springvloed. Ja, het is nu een droge tijd. Hier regende was het wat rustig. Nu merken we zijn zware golven al gekomen. We gaan niet oktober wachten. Het is al bijna oktober. Okay. Dus de zware golven zijn er al. Ik zie vanaf die mensen stopgezet die afgraven bij het Bramsjemunt. Ik zie dat die sentiment heel wat binnen is gekomen. Die palen waren zo en bijna onder modder gaan lopen. Dus dat helpt ook. En we zien ook scheuren in de klei dan? Ja, dus vooral die kant, deze kant. Ja. Dus die mensen vooral de brand in Makkaweg daar? Ja, die mensen hebben al geklaagd dat het water daar is benaderd. Die slapperdijk die de laatste regering had opgeworpen. Het water heeft daar bereikt. En die dijk en van die weg is maar 100 meter. Dus als dat nu overkomt, dan is het klaar met de weg naar zee. Dus dat is dit gedeelte van dijk. Dus eenmaal praten, eenmaal u hier bent, u praat over Navratri, dan gaan we ook dat ook praten even. Er wordt zoveel leningen genomen. Maar niemand praat over de dijk, want we nemen leningen, laten we een dijk bouwen. Uiteindelijk. Meneer, we hebben twee opties. Op de natuurrampen misschien kan dat helpen, maar met alle religieuze groepen, dat is één optie. En de andere optie, dat niet willen doen, laat de regering dat de dijk bouwen. Want dat is zeer belangrijk. Ik ga een simpel voorbeeld geven. Waarom is het Bedevaart overgebleven? Je staat nu 500-600 meter in de zee, het Bedevaart. Wij bidden. Ik roep die mensen op, we bidden de natuur. We bidden de Ganga Mata. U weet, we zijn aan het wegen, dus geloven in de deeltas. En de Ganga Mata is ook een van onze deeltas, die geeft ons water. En we bidden. En je ziet het resultaat. Het is niet te praten, meneer Ganesh. Ik praat niet, het is het resultaat, dat zie je hier. Maar die mensen, ik weet niet of die regeerders of onze leiders niet zien of wat. Soms werd ik, eigenlijk wil ik niet meer praten over deze. Je praat maar. Misschien heeft u een boodschap voor ze in deze periode van Navratri. Misschien luisteren ze nu naar u. Ja, zeker wel. Het is een tijd, de tijd in Navratri is een tijd dat we rein moeten zijn. En, nee, vooral een boodschap naar de leiders. Ja, dat bedoel ik. Zich reinigen en laten God bidden, de natuur bidden, dat we van ergens wat dan ook, misschien kunnen we een cadeautje krijgen van het land, of dat ondersteunen om die dijk te bouwen. En de leiders moeten ook samen misschien de mensen oproepen, alle religieuze groepen bij elkaar komen nu. Het is altijd, we moeten nu wachten straks als de kade verdrongen, ik zeg het altijd, maar het wordt gewacht, het wordt getalmerd te lang. En ik vraag nogmaals de leiders, van Suriname, van religieuze leiders, tot regeringsleiders, tot allemaal, laat ons alvast wat doen. Blijven niet wachten. Het is deze tijd, het was een goede tijd, maar niemand heeft de initiatief genomen om in deze tijd wat te kunnen doen. Dus laat ons hopen dat het niet te laat is, toch die mensen nog... Een stap nemen
ondernemen om toch wat te doen. Of dat we de natuur ons... in elk geval van de mensen die last de orkaan Irma en mm-hmm. et cetera. Dat we zijn, het kan anytime hier ook komen. Dus er moet, hoe dan ook, er moet wat gebeuren. De gebieden worden of andere technische maatregelen moeten getroffen worden. Maar er moet wat gebeuren om te kunnen leiden. Dus ik vraag u aan, doe wat. Anders is het te laat voor Suriname, voor onze toekomst, voor onze kindskinderen. Is het moeilijk voor Suriname geworden. Ja. Dus, heer Bijnaat, zijn er ook diensten voor morgen, de laatste dag, vrijdag? Ja, ik doe het kijken. Normaal andere mandirs, andere tempels gaan houden tot en met morgenmiddag. Hè? Maar de Nauraten is, voor mij is elke dag Nauraten. Ik bid elke dag de natuur. Maar volgens de geschriften wat de man staande, is tot en met tot 30. Dus daarom, andere mandirs gaan tot en met 28 mm-hmm. houden. Dus 39 overdag is het afgelopen. Maar bij mij, 39 heb ik ook programma. De mensen die zijn uitgenodigd, de mensen kunnen komen. We hebben geen persoonlijke uitnodiging. Is plaats van iedereen, is er zijn vrijwilligers die komen. Mm-hmm. En er zijn veel mensen die hier komen. Ik zei, gisteren was het helemaal vol hier. En bij mij is het tot en met 29 s'avonds. Dat gaan we beëindigen. Bij het Bedevaartsoord weg naar zee. Dus morgenavond is het normaal programma hier. Ik zie dat er een heleboel gekookt wordt. Hoe wordt dat allemaal financieel bekostigd? Ja, ik heb sponsoren. Hè? Okay. Mijn dank aan de sponsoren. Hoe kan ik het alleen doen? U ziet, misschien zult u opgemerkt hoeveel investeringen je hier nu hebt gepleegd. Ja, ik zie heel wat nieuwe dingen daarbij nu. Ja. En ook dat, ik ben bezig over die sponsoren. Er zijn heel wat sponsoren die sponsoren om het goederen, levensmiddelen. En die mensen die daar koken, allemaal, je ziet een aantal, die kunnen het straks gaan filmen. En het zijn vrijwilligers. Natuurlijk op het eind, als er wat overblijft van die goederen, geef ik ze wel. Okay. Ja, zijn arme mensen die daar komen helpen, zijn geen rijke mensen. Dus dat geef ik ze ook. En er zijn sponsoren die allemaal gegeven hebben. En in deze verband wil ik ook zeggen, ik wil het zin hebben, ik steen nu, ik ben bezig. Vanaf ik gelezen heb in de krant dat de water gaat stijgen, ben ik al bezig rondom het Bedevaartsoord zo stenen op te trekken. Mm, ja. Ja, ik ga niet wachten. Ik wacht niet wachten als het te laat is. Dus mocht het zeewater nou overkomen, dan gaat het droog blijven. Het water moet niet komen. Want om dit schoon te maken, is het een helft van jou. Maar je blijft maar investeren, heer Bijnaat. Je moet het doen. Op een en andere manier, van waar ik dat geld krijg, weet ik, je moet eerlijk bezig zijn. Ik zeg het altijd. Als je 10 schoenen vindt en je moet rekenen, God stuurt mensen voor je. Hoe dan ook, God stuurt mensen en het lukt aardig. Ik heb die grote motivation moet daar laten schilderen. Ik heb een bord gezet. We hadden geen donatie meer, geen geld meer. Een bord gezet. Er zijn mensen die komen doneren. Dus er zijn mensen, liefhebbers, die willen doneren. Die willen het geven. En zo geven ze. En daarmee, uiteindelijk, die plaats is niet van mij. Het is van de gemeenschap. Het is van onze toekomst. Kindskinderen. Die mensen zien dat. Die mensen zien vooruitgang. En als je bij elke religie wil ik zeggen, bij elk mandir, bij elke ding, moskee of niet. Als je wat doet, de gemeenschap is bereid je te ondersteunen. Maar je moet wat doen. Als je ook blijft zitten, alleen maar praten, gaat die mensen ook niet helpen. Je moet doen als die mensen zien, nee, die persoon is goed bezig, het bestuur is goed bezig. Dan krijg je de donatie. En daarom ben ik nu bezig om rondom deze tempel een muur op te trekken. Ik wacht niet, zodat vanaf die bericht heb ik gelezen in de krant. Direct starten, jongens. Okay. Ik heb een aantal extra arbeiders genomen. Direct starten, op stenen optrekken. Goed, zeer bijna. En Shub Nauratri. En u allemaal, vanaf Radio Trisul. Ze helpen me ook graag, bedberichten en zo. Iedereen is een Shub Nauratri van jullie zijde. De ACMOS, Relief voor Sint Maarten, die komt er ook zoetjes aan het eind. De goederen die zijn erin gezameld en deze gaan nu in de container om richting Sint Maarten te gaan om alle getroffen mensen daar toch wel van de nodige hulp te voorzien. Niet alleen families, vrienden, familieleden hebben ingespeeld op de ACMOS Relief voor Sint Maarten, maar ook het bedrijfsleven en alle anderen die toch wel hun hart op de juiste plek hebben, die hebben ook hun wezenlijke bijdrage geleverd dat de ACMOS Relief voor Sint Maarten toch wel een groot succes is geworden. We spraken achterin volgens met mevrouw Kleiboer,
to you hut. Zij is coördinator ACMOS Relief voor Sint Maarten, gevolgd door ACMOS voorzitter, de heer Sham Binda, als ook de heer Glenn Bansi, manager Eclipse Logistics, die ook een belangrijke bijdrage heeft geleverd in het geheel. We voeren u naar dit verslag vanuit de locatie en dit is dan waarin de goederen welke men allemaal heeft ingezameld zijn opgeslagen. Het is nu door de douane gesloten om dan straks allemaal te plaatsen in de container. Mevrouw R. Kleiboer Toeijhut, coördinator ACMOS Relief voor Sint Maarten. Hoe lang zijn jullie al hier bezig? Nou, dit is eigenlijk 2 weken van tevoren begonnen. Toen de orkaan langs was geweest op Sint Maarten en ik dagen niks van mijn familie hoorde, want ze hadden geen stroom, geen internet. En uiteindelijk kreeg ik foto's van vernielingen aan hun woning. En toen dacht ik van, oh nee, we moeten ze helpen. Want als alles vernietigd is, je zag ook de CNN-beelden. Als alles vernietigd is, hoe gaan ze verder doen? Want ze hebben geen tuintje, niks. Ze hebben misschien wat opgeslagen, maar niet voor heel lang. En toen hoorde ik van Sjaam in de pers dat hij er ook aandacht. En toen heb ik hem gebeld. En zo is het balletje gaan rollen. Want ik heb zelf ook familie. En ik dacht van, nou, laat mij iets voor mijn familie doen. Maar uiteindelijk ging het balletje rollen. Er waren meerdere mensen die iets voor hun familie wilden doen. En toen hebben we een commissie bij elkaar. Tenminste, Sjaam heeft daarvoor gezorgd dat een paar enthousiastelingen bereid waren om het karretje te trekken. En dat is het resultaat. En het resultaat is dan hoeveel dozen aan goederen? Persoonlijke dozen van mensen die voor hun familie sturen, hebben we er denk ik iets meer dan 60. En we hebben heel veel donatiegoederen gehad. Nou, we mogen niet klagen, het bedrijfsleven heeft prachtig ingespeeld. Hoeveel containers kunnen er hiermee gevuld? We vullen geen hele container, maar we zijn dik tevreden met wat we hebben. Wordt het vandaag afgesloten? Het wordt vandaag eigenlijk, de douane staat al daar. Hij gaat nu de loods sluiten. Morgen wordt het ingeladen en direct naar de haven gebracht. En dan gaat die container volgende week op de boot. Hoe maakt uw familie het nu trouwens? Goed, goed. Ze zijn er redelijk goed vanaf gekomen. Ze hebben wel schade aan hun huis. Want ze vroegen me ook van, ja, kun je geen plywood sturen en kun je geen deur voor me sturen? Maar ja, dat mogen we helaas niet sturen. We mogen alleen maar noodhulp sturen. Okay. Ja. Dus wat hier zit is allemaal noodhulp, is eerste hulp. Wat heeft Suriname hiermee bewezen, of de Surinamer? Suriname heeft bewezen dat ze ook een deel zijn van het Caribisch gebied. En dat de mensen hebben heel enthousiast gereageerd. En daar ben ik heel dankbaar om. Want ik zeg van, vandaag treft hun een nood. Je weet niet hoe morgen het bij ons kan uitzien. En dan ben je blij wanneer je nood hebt. Ik heb zelf ook een orkaan meegemaakt in Jamaica, jaren terug. En dan ben je blij als er hulp komt. Want op dat moment, je hebt als mens hard gewerkt om iets op te bouwen. En je ziet het binnen een paar uur verloren gaan. En dan, dat is heel hard. Hoe doen jullie het met de verschepingskosten? We hebben heel veel bij elkaar geraapt. We mogen niet klagen, maar we hebben de kosten eruit. Dus de container kan op de boot. Want dat was ook even een zorgpunt voor ons. Halen we het niet. En dan ga je weer bij bevriende ondernemers vragen van, kun je ons een handje helpen? En we mogen niet klagen. Niemand heeft ons de deur gewezen. Wanneer is de container op de boot? 4 oktober. En hoeveel dagen neemt het om Sint Maarten? 8 tot 10 dagen. Ja. Hadden jullie vooraf aan de mensen gezegd wat zij wel mogen meesturen? Ja, we hebben van de douane regels gehad. Mm-hmm. Wat niet mee mag, wat uitdrukkelijk niet mee mag. Bijvoorbeeld? Geen verse producten, geen kip, geen vlees, geen groenten, niets wat aan bederf onderhevig is. En natuurlijk geen drugs en wapens en dergelijke dingen. Ja, ja. Dat hebben ze expliciet gezegd. En ik mag niet klagen, we hebben zelf ook een beetje in de dozen van de mensen gekeken.
We zijn verder niet aan de spullen gegaan. De douane komt visiteren en die komt verder met hun narcotica hond visiteren. Maar goed, wat ik zo zie, geeft het me een goed gevoel. Hoe groot is het team aan helpers hier? We waren denk ik met 11 of 12. Ja. Maar dus, jullie sluiten dit hoofdstuk af toch wel We sluiten dit hoofdstuk af. Heel tevreden. We zijn allemaal ook opgelucht. Kijk, het is niet ons pakje aan. We hebben niets van verscheping in ons. En het was heel veel werk. En vragen bij die van, om informatie in te winnen. Hoe moeten we dit doen? Hoe moeten we dat doen? En even leek het erop alsof dingen een beetje fout liepen. Maar goed, alles is nu terecht. En ik ben gerust wanneer die container op de haven staat. En helemaal tevreden wanneer hij op de boot is. ACMOS voorzitter, heer Shambinda. De relief voor Sint Maarten, die is er bijna aan het eind nu. Jullie hebben toch heel wat goederen bijeen kunnen krijgen. Hoe heeft Suriname en of de families hierop gereageerd? Heel positief, moet ik zeggen. We zijn zelf verrast geweest. Een aantal dozen gaat worden. Minder aanmeldingen, maar we hebben meer dozen gehad. En dat stemt ons goed. We hadden een speciaal prijsje. Bijdrage eigenlijk voor die container. Maar die container kost nogal wat geld. En we hebben ook van het bedrijfsleven een goede respons gehad. Verschillende bedrijven hebben ook goederen gedoneerd. En dat stemt ons zeker goed in deze moeilijke tijd. Wat vullen jullie hier mee? Een 20-voet container gaat mee. Maar het wordt opgehaald naar een geadresseerde in Sint Maarten. Een Surinamer ook. Die alle contacten gaat leggen. We gaan nu een indeling maken van waar die goederen naartoe gaan. Vooral de donatiegoederen. De dozen hebben allemaal een adres. Maar de donatiegoederen gaan we duidelijk. Want de meneer is nu in Sint Maarten. Die de distributie gaat doen. Dan gaat hij ons alle instituten en instellingen geven. En dan gaan we dus de goederen verdelen. Zodat de juiste mensen het krijgen. Ja. Hoe heeft het bedrijfsleven en met name uw leden gereageerd op deze actie? Heel positief. Er is zelf gezegd, we moeten continueren. Ik heb gezegd, we zijn geen business om te exporteren. Maar er is behoefte. Er is duidelijk behoefte. Dit is een geschenklading natuurlijk. Niets commercieels eraan. Maar de leden hebben ook gevraagd voor een follow-up. Maar dan in een commerciële sfeer. Dat ze goederen willen sturen. Omdat het gaat om de bekendheid van de Surinaamse producten. Ook bij de donaties hebben we veelal ook gevraagd naar Surinaamse producten, alleen om ze ook een beetje te promoten. Maar die goederen komen in mensen hun handen die het nooit kennen. En het kan zijn dat de smaak ze goed bevalt. En ik twijfel er niet over, dat zal zeker zijn. En zo heb je een beetje promotie van de producten ook van Suriname. Heer Binda, de kritieken die zijn er niet uitgebleven. Niet alleen op jullie actie, maar ook op dat van de overheid. Van wel helpen het Caraïbisch gebied. Dat, en terwijl wanneer mensen hier zelf getroffen worden, men niet eens naar ze omkijkt. Kijk, kritiek gaat er altijd zijn. Hè? Alles wat je doet, heb je positief of negatief kritiek. Maar wij hebben niet daarna gekeken. We hebben gekeken wat is de behoefte. We hebben mensen bij elkaar gehaald. U weet, bij een bijeenkomst op 13 september. Mm-hmm. En we zagen dus dat een groot deel van de familie de behoefte had om wat te sturen voor hun familie of relaties daar. En daarop hebben we ingespeeld. We zijn niet ingegaan op kritieken van burgers of van de overheid of zo. Ik mag wel zeggen, we zijn een beetje teleurgesteld in de overheid. Want er is niks losgekomen van hun zijde. Maar goed, dat laat ik voor hun politiek besluit natuurlijk. Maar wij hebben gedaan wat in ons vermogen stond. En het is positief geweest en geslaagd. De NCCR-topman die had op een persconferentie gezegd, hij zou het eerder op prijs hebben gesteld wanneer jullie dit gezamenlijk hadden gedaan dan op eigen houtje. Hij is toch een autoriteit. Dan moest hij het initiatief genomen hebben. Vanaf dat de ramp is begonnen, vanaf 6 september, zijn wij in actie gekomen na een week nadat we niks hoorden van de autoriteiten. En we wisten dat er veel families hier waren die van communicatie verstoken waren met hun dierbaren aan de andere kant. Dus wij vonden het verantwoord om te zeggen van hey, laten we inventarisatie maken hoeveel mensen geraakt zijn. Eigenlijk, en dat hebben we gedaan. En uit die bijeenkomst is gebleken dat mensen dus de behoefte hadden om pakketten te sturen. En vandaar dat deze acties komen. Maar ik wil geen commentaar liever over de regeringsautoriteiten. Ik laat het voor hun. Dat is hun politiek werk wat zij doen. Wij hebben andere inzichten. En wij doen het op onze manier. Dit vertrekt wanneer? 3 oktober. Vaart het. En binnen hoeveel dagen is het dan? Ze hebben gezegd 10 dagen, maar we hebben het ruim genomen hoor. We zeggen 2-3 weken hebben we de mensen ook gezegd. Want je weet niet, door het
orkaangebied zijn veel routes veranderd en je weet niet wat voor barricades nog komen voordat die container daar is. En natuurlijk ook Sint Maarten. Ik hoop dat de haven tegen die tijd al redelijk operationeel is. En dat we dus gewoon normaal de container binnen kunnen krijgen. En de kosten voor alles in Sint Maarten? Dat wordt dus deels uit wat wij hier hebben opgebracht betaald. En de mensen daar gaan ook een kleine bijdrage doen hoor. Als ze afhalen, ik geloof van een $10 per doos. Om daar ook een beetje de kosten te kunnen dekken. En dat is niet veel gevraagd. Want we hebben ook hier heel laagdrempelig de prijs gehouden. Zodat iedereen de mogelijkheid had. Want het gaat niet alleen om een deeltje te betalen, maar het gaat om de inhoud van die doos. Mm-hmm. Weet, en veel mensen hebben etenswaren gezet, huishoudelijke artikelen, misschien cosmetische onderhoudsartikelen. En natuurlijk ook wat cadeautjes hier en daar, om de mensen blij te maken natuurlijk. Maar wat is de daadwerkelijke vraag vanuit Sint Maarten? Veel al voedingswaren, natuurlijk traditionele lekkernijen, ketchup en dat soort zaken. En we hebben dat ook gehad van bepaalde bedrijven, hebben dat ook gedoneerd gehad. Heer Glenn Bansé, manager van Eclipse Logistics. U hebt uw ruimte ter beschikking gesteld. Waarom? Om de noodzaak die er was voor de goederen die naar Sint Maarten gestuurd moesten worden. We hebben meegewerkt eigenlijk. Prodeo, zoals iedereen die vanmorgen hier was. Aan een goede zaak om een ander land die in nood is te helpen. Ja, ja. Wat heeft de Surinamer en of Suriname hiermee bewezen? Wat Suriname hiermee heeft bewezen is dat ze bilateraal en internationaal de nodige steun geeft aan bevriende naties. En dit is namelijk een goed voorbeeld. En ik denk dat dit een voorbeeld moet zijn voor velen die meer initiatief willen tonen op dit gebied. Zegt u dat het toch wel een groot succes is geworden? Ja, het is boven verwachting verlopen. We hadden gerekend op, ik denk, 40, 50 pakketten. We zijn daar ver boven gekomen. En de respons van de mensen zelf was heel goed. Wat is nu de verdere rol van Eclipse in het geheel? Eclipse zelf gaat commercieel bekijken. Als we die lijn naar Sint Maarten en naar de eilanden kunnen exploiteren. Dat is een gegeven die we uit dit hebben kunnen halen. En om dit voort te zetten naar onze Surinamers die op de eilanden wonen. Dat er toch wel een betere verbinding tot stand komt. Want de verbindingen die zijn nou helemaal... Er is helemaal geen verbinding naar de eilanden toe van hieruit. Of als ze er zijn, zijn ze zeer slecht. Heeft er toevallig familie, vrienden, kennissen op Sint Maarten? Of een van de andere getroffen eilanden? Ja, Suriname zijn overal. En, heeft u er familie, vrienden, kennissen? Kennissen heb ik wel, ja, op Sint Maarten, dat klopt. En op Curaçao ook. En hoe is het met hen gegaan? Nou ja, iedereen is getroffen door het natuurgeweld. Dus ik neem niet aan, ik weet wel zeker dat zij ook getroffen zijn geworden door het onheil. Wat zegt u, heer Bansé, tot slot aan allen die hieraan hebben geholpen, aan deze actie? Ik wil een ieder die spontaan heeft gereageerd op deze actie heel hartelijk bedanken. En hoe zal ik het zeggen, de mensen die nu de plank hebben misgeslagen, laat ze de media in de gaten houden, er zal heus wel een vervolg komen om de nood te doen verzachten in Sint Maarten, in dit geval. Ik had gezegd tot slot, maar ik moet u toch nog even dit vragen. Mm-hmm. De kritieken zijn niet uitgebleven over de hulp aan andere landen, de getroffen landen. Mm-hmm. Men had het meer over onze eigen mensen die nu hier ook slachtoffer zijn geworden van rukwinden. Mm-hmm. Naar hun wordt er niet omgekeken. Mm-hmm. Waarom zou dit moeten gebeuren? Wat zegt u hierop? Ik denk niet dat dat correct is. De NCCR doet toch wel de nodige dingen om de eerste noden te verlichten. Mm. En ik denk dat als
als daar meer op ingespeeld zou moeten worden, dat daar het NCCR wel de nodige maatregelen zou treffen om die noden te lichter te laten worden. En waar ooit weer de hulp gevraagd zal worden van Eclipse, U staat weer helemaal ready om te helpen? Ja. Wij zijn zeg wel een commercieel bedrijf, maar waar wij kunnen helpen, zullen we altijd onze handen uitsteken om de nodige hulp te verlenen. Ja. Het Nationaal Informatieinstituut wenst de samenleving te informeren over een presidentieel besluit waarin is opgenomen dat de president van de Republiek Suriname, Desiree Delano Bouterse, vanwege redenen van persoonlijke aard zijn bevoegdheden in gevolge artikel 98 van de Grondwet van de Republiek Suriname met ingang van vrijdag 29 september 2017 tijdelijk zal neerleggen. Op grond hiervan zal het ambt van president van de Republiek Suriname tijdelijk worden waargenomen door vicepresident Ashwinedin. Het bovenstaande houdt in dat president Bouterse geen gevolg zal kunnen geven aan zijn grondwettelijke verplichtingen in gevolge de artikelen 81 en 156 lid 3 van de grondwet om in de buitengewone vergadering van de Nationale Assemblée van morgen 29 september 2017 respectievelijk een uiteenzetting te geven van het door de regering te voeren beleid in het dienstjaar 2018 en een reden te houden bij de indiening van de ontwerpbegrotingen voor het dienstjaar 2018. Hiervoor is er ook reeds een schrijven gestuurd door de president naar de voorzitter van DNA, Jennifer Gerling-Simons. Het ministerie van Openbare Werken en Transport die heeft vanaf vandaag de Saronbrug weer opengesteld. De Saronbrug die was gesloten na een aanrijding door een truck, u weet het, de chauffeur die reed over de Saronbrug, die kreeg toen een klapband en ter hoogte hiervan, waar wij de nieuwe trekbalk zien, daaraan heeft hij toen aangereden met de nodige schade van dien, waardoor men het genoodzaakt achtte om de brug te sluiten. Het enige wat nog aangepakt moet worden is dat de brugleuning, want dit was ook helemaal kapot. De brugleuning die moet er nog bij komen. Dit is er voorlopig geplaatst door hout. En zodra dit weer gemaakt is, zal dit geplaatst worden. Je ziet het, dit is de nieuwe trekbalk die men heeft geplaatst per gisteren. En je ziet het, het verkeer die heeft nu vrije toegang. Vandaar dat wij daar ook heel voorzichtig moeten zijn op de brug. En we willen toch wel alle weggebruikers hier aangeven dat de Saronbrug weer open is. Gisteren hebben we nog een vraaggesprek gehad met de heer Anton Rustwijk van Rustwijk en Rustwijk NV. En die had toen al reeds gisteren aangegeven dat na wat kleine werkzaamheden de brug dan weer opengesteld kan worden. Als we even verder op kijken, dan zien we dat Benny's installatietechniek ook nu bezig is om de straatlantaarns aan te pakken. De verlichting hier wordt ook aangepakt. Dan ziet u dat voor de kijkers van TBN Prime Alert dat per vandaag de Saronbrug weer is opengesteld. En u ziet het ook dat er wat andere kleinere werkzaamheden nog worden uitgevoerd. De oproep die men steeds heeft gedaan is dat men nu toch wel wat voorzichtiger moet gaan rijden over deze brug na de zware aanrijding die we hebben gehad. En het hopen is ook dat vooral de drukte die we de afgelopen dagen hebben gekend vanwege het uitvallen van deze brug, de enorme files, dat nu dat ook achterwege zal blijven. Nogmaals, de Saronbrug die is per vandaag weer open en alle weggebruikers die hiervan gebruik maakten kunnen dat weer gaan doen. De Chinese tak van Markt Zuid die is er vandaag op feestelijke wijze geopend door DC Nerkust van Paramaribo Noordoost. Nou, we begrijpen dat er voor vandaag intussen 29 standhouders hier zijn ondergebracht, maar het ligt in de bedoeling dat dit
later zal oplopen naar meer dan 80 tot 90 standhouders. Volgens de DC heeft men dit weer in gebruik genomen omdat deze stuk reeds geruime tijd was gesloten. Vandaar dat men het besluit heeft genomen om hier Chinese standhouders onder te brengen. We voeren u naar het verslag welke wij hier maakten bij de feestelijke herinbruikname van de stands hier op Markt Zuid, welke nu de naam draagt van de Chinese tak van Markt Zuid. DC Nerkust van Paramaribo Noordoost. Vandaag de opening of heringebruik van een gedeelte van de van Markt Zuid, waar nu toch wel andere burgers, Chinese burgers, zijn geplaatst. Waarom deze stap? Nou, het is een van de stappen in het veranderen van de marktwezen in Paramaribo. Toch? Het is jarenlang statisch gebleven. Toch? En er moet een verandering in komen. En dit is een van de veranderingen. Toch? Een van de zoveel veranderingen die wij in place brengen. Toch? Straks hebben we dan, als het goed is, met de wil van de Almacht hebben over een paar weken hebben we dan ook nog een hele verandering op de centrale markt waar mijn elektron is. Toch? Dat we dan ook in gebruik gaan nemen. Dus het gaat stap voor stap. Toch? We doen ons best. Hetzelfde ook als we dan elke laatste vrijdag en zaterdag van de maand. Toch hebben we dan de inheemse en maar rond koekhout bij de kraftmarkt aan de waterkant. Dus komende vrijdag, zaterdag. Waarbij men ook met de modeshow voor ons met nog een aantal dingen. Toch, die men dan brengt om eigenlijk het marktwezen een andere dimensie te geven. Toch? En we moeten de mensen, verschillende mensen, hoe wij ook allemaal hier samenkwamen, het maakt niet uit. Maar we moeten iedereen een platform geven om ook zichzelf naar buiten te kunnen uitdragen en ook te kunnen aantonen wat ze kunnen. Toch? En geef de mensen de gelegenheid om te ontplooien, om te kunnen werken, om te kunnen verdienen. En daarmee gaan we dan het land optrekken. Kijk, dus het land is een crisis, we proberen eruit te komen. Dus we moeten alles aangrijpen toch, om mensen de gelegenheid te kunnen geven, om te kunnen verdienen, om er beter van te kunnen worden, om hun gezin te kunnen verzorgen. Toch? Om hun omgeving te kunnen verzorgen. En dat geven we dan. En dat, zo creëren we dan de verschillende activiteiten. Net als dat hier zo is, de vis- en vlieshal. Toch? Is omgetoverd. Er waren maar twee mensen in de vis- en vlieshal. Toch? We hebben dan een ordening gebracht waarbij we dan de mensen die vis en vlees verkopen hebben geordend hier zo. Toch? Het ziet er heel anders uit, heel veel representatiever uit toch, dan waar men was. Toch? En dan gaan we dan hebben dan dat gedeelte een beetje laten reorganiseren. Toilet wordt nog gereorganiseerd, er komt nog een groothandelszaak. Dus er zijn een aantal dingen die in place komen langzamerhand. Toch? Kleine akers zijn niet in één dag gebouwd. Toch? Maar we moeten openstaan voor verandering en vernieuwing. En als men het ook elders in de wereld kan, kunnen wij het ook. Toch? Waarom moeten wij altijd met leden ogen toezien hoe andere landen zich ontwikkelen en wij zitten maar te bakkeleien met elkaar en elkaar uit te schelden en elkaar te bevechten en elkaar als krab in een vat naar beneden te trekken. Toch? Het is nergens voor nodig. We gaan zoveel van ons die zo met elkaar bezig zijn, zitten elke dag in het zin, zo vaak in het buitenland, zien de mooie dingen hier, maar wanneer ze hier komen, toch? Zijn het de eerste mensen die alles torpederen? En dat vind ik een persoonlijke kwalijke zaak. Toch? Maar ja, we zullen dat gedeelte laten voor de mensen hun gemoedstoestand. Wij gaan verder en we proberen zoveel mogelijk toch, bepaalde dingen in place te brengen. Zodat wij behalve het land kunnen uitdragen, ook mensen kunnen accommoderen om wat te verdienen. We hebben ook afgelopen van mijn twee weken terug is dan de Braziliaanse markt samen met de parochie zusters van Nazareth gestart aan de Jozef Israëlstraat, dat is één keer in de maand. Dus naast hun eten en kleding enzovoorts komen er ook culturele optredens daar zo. Dus het is een samenloop. Toch? We creëren evenementen, toch? We creëren de manier waarop het land is, proberen we naar buiten te dragen. Je moet rekenen houden. Overal in de wereld waar u gaat, als u het land binnenkomt en u gaat naar de markt, hebt u een weerspiegeling van het land. Toch? Dus, en zo ook wanneer men naar hier in Suriname komt, gaat men ook naar een markt. Toch? En dan hebben we ook een weerspiegeling van Suriname. En we moeten ervoor zorgen dat de weerspiegeling van Suriname er is. Toch? En dat gaat zo. En dan, we doen ons best en we proberen het steeds hoger op te brengen. DC, de vrees die leeft onder de oudere standhouders is dat men nu ook hier dezelfde producten zal verkopen als hun.
Wat zegt u daarop? Ik zie hier zo kailan en andere dingen. Doch wat, men, wat, dus, wat zij planten, doch, en wat aan de andere kant wordt verkocht, is wat, de dogma, wat zij gewend zijn te verkopen. Het is een markt, alles is op een markt te verkrijgen. Doch? Het is, er moeten nog andere activiteitskamerijen en dat soort dingen moeten ook nog komen. Dus vanaf vandaag, morgen, overmorgen, gaat de markt zich aandikken en dan gaat u dan verschillende dingen zien. Doch het is niet zo dat men precies verkoopt wat aan de andere kant verkocht wordt. Zij verkopen wat zij aanbieden. Doch? Maar het moet, en als zou het anders zijn, het is niet zo, maar als zou het anders zijn, men moet niet bang zijn voor een stukje gezonde concurrentie. Concurrentie zorgt ervoor, toch, dat de product aan de samenleving goedkoper wordt gebracht, zodat de samenleving goedkoop kan eten. En dat is mijn prioriteit. Toch? Hetzelfde met de centrale markt, met de kwakkoemarkt, met de frietzaammarkt, met Markt Zuid, met die markt aan de Toetonnenlaan. Het maakt niet uit, toch? Wij willen gaan voor gezonde concurrentie, zodat de samenleving goedkoop op bordje eten op tafel kan zetten. Zal er ook vis en vlees hier verkocht worden? Vis en vlees alles hiernaast. Maar waarom zijn er dan garnalen daar? Huh? Waarom zijn er garnalen daar geplaatst? Dan moet u dan even kijken. Vis en vleeshal, is dat dat? Dan gaan we erover plaatsen. Kijk, u moet niet spijkers op laagwater zoeken, meneer Ganesh. We zoeken geen spijkers op laagwater. Meneer Ganesh, u kent me heel goed. Toch? U weet hoe ze zijn. U moet geen spijkers op laagwater zoeken. Dit is de eerste dag, die maanden zijn open. Wat gecorrigeerd moet worden, wordt gecorrigeerd. Wij gaan niet toch beginnen met het negatieve. Dus vanaf morgen komen er meer mensen binnen. Toch? Maar de start is 29 en uiteindelijk moeten we komen volgens mij 82 of 83. En hoeveel zal de staat hier aan verdienen? De standgelden die er zijn in de resolutie van 2013. Toch? Dus dat men per meter, als het goed is, 2 SD50 betaalt per meter, per stekende meter dat men heeft. Toch? Voor de winkel, voor de toiletruimte gaan we dan een ander bedrag afspreken. Toch? Voor de winkelruimte wordt ook een ander bedrag afgesproken. Maar men gaat gewoon betalen wat in de presentiële resolutie staat. Toch? Waarover moeten we hier praten, DC? Gewoon Markt Zuid nog steeds? Of is dit een Chinese markt? Nee, is volledig Markt Zuid. We hebben gewoon de lege plekken, de markt was voor de helft leeg. Dus de lege plekken hebben we aangevuld. Toch? Niemand van de centrale markt wilde hier komen. Toch? Er waren geen Surinamers die wilden, toch? En we hebben de Chinese groep voorbereid gevonden om te helpen investeren, toch? En ook te verkopen, toch? Wat moeten we doen? Moeten we het laten verkopen, zodat plotseling iemand het komt aanvragen en het neemt en een miljonair van wordt? Of moeten we als staat zelf inkomen en kijken welke overeenkomsten we kunnen maken, zodat de overheid ook verdient? Voor mij is van belang, de overheid moet verdienen, toch? Om ook om ook te kunnen draaien, toch? Directeur, de vrees die er bestaat bij de overige standhouders is dat men dezelfde producten zal verkopen als hun? Ik ben niet op de hoogte van die vrees, omdat ik weet dat wij in overleg met de overige marktventers, die eigenlijk de bestaande marktventers hebben gesproken en ook tot de uitvoering van de plannen zijn gegaan, nadat wij zeker waren van hun ondersteuning. Dus eigenlijk hebben we een breed draagvlak om dan dit in te voeren, vandaar dat u ook zult zien dat wij niet tussen hun, dus tussen de bestaande marktventers, de nieuwe groep, de nieuwe venters hebben ondergebracht, maar dat we een speciale afdeling hebben gecreëerd om zodoende dus toch wel rekening te houden met het feit dat er sprake kan zijn, weet je, van eerlijke concurrentie. De regering zoekt naar meer inkomsten. Hoeveel zal men met deze markt extra gaan verdienen? De cijfers ken ik niet uit het hoofd, maar sowieso kan ik nu al zeggen dat het zo meer zal zijn, omdat we praten over een gedeelte van de markt, dus zeg maar een aantal tafels die voor enkele jaren niet gebruikt werden, dus niet verhuurd werden. Nu is er sprake van huur, er is sprake van
van venters die wel gebruik maken van die tafel. Dat betekent dus dat je dan je daggelden zal verhogen. Maar daarnaast ook de vergunningsverplichtingen en alle overige bijdragers die, geleverd zullen worden door die groep venters. Directeur, ik neem aan dat als ze een vergunning hebben gekregen, dat ze ook weten wat ze moeten verkopen en hoe ze dat moeten doen. Maar als ik daar kijk, zie ik een Chinees bezig is in een onhygiënische situatie. Gaat u dat gelijk aanpakken? Dus de vergunning wordt verstrekt door de DC, de distrescommissaris. En ik denk dat de DC dus toch wel die bevoegdheid heeft om meteen op te treden als hij ongeregeldheden constateert. Dus mag, dat ligt helaas dus niet in mij. Mag men vis en vlees hier verkopen? Er is een speciale afdeling voor vis en vlees, dus dat is vlak achter u. Hebben we dus een speciale afdeling van de markt ingericht. Zoals het hoort eigenlijk bij alle markten, dat je toch wel speciale faciliteiten in place brengt vanwege de hygiëne, vanwege voedselveiligheid, voor het verkopen van vooral verse vis en vlees. Maar deze vier boxen, we hebben daarin gekeken. Er zit garnalen daarin. Hoe zit het dan daarmee? Dus ik heb, u heeft gekeken, ik heb niet gekeken. En ik weet niet wat de vergunning van deze persoon zegt. Dus daarvoor zouden we dan bij de DC moeten gaan om te kijken wat de vergunning zegt van die Venter Authority. Een gemengd team van de politie, bestaande uit de recherche van de regio Midden en het regio bijstandsteam Midden, heeft op 27 september een criminele bende opgerold. Deze bende is verantwoordelijk voor tal van gewapende overvallen te Bronsweg, Cassipora, als ook in het oosten van Suriname. Na bekomen informatie werd de 34-jarige Varelgo N. alias Gentle in beeld gebracht. Hij bevond zich samen met de 20-jarige Serena D. in een voertuig te Wintiwaai. Toen hij opmerkte dat de politie een achtervolging had ingezet, voerde hij zijn snelheid op en probeerde aan zijn aanhouding te ontkomen. Varelgo bracht het voertuig op een gegeven moment voor een pand aan de Tumukumakstraat tot stilstand en vluchtte te voet verder. Serena nam het stuur over en probeerde met het voertuig weg te komen. Zij is door leden van RBT Midden klem gereden en aangehouden. Het gebied werd door de wetsdienaren uitgekampt en de verdachte Varelgo werd gesignaleerd. Waarschuwingsschoten brachten hem niet tot andere gedachten, waarna er gericht is geschoten. Varelgo is daarbij geraakt in zijn bovenbeen. Per ontboden ambulance is hij afgevoerd naar de spoedeisende hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, waar hij onder politiebewaking is opgenomen. Het vermoeden bestaat dat de informatie met betrekking tot de aanhouding van Varelgo, alias Gentle, zijn compaan had bereikt. Vier hunnen waren inmiddels in een woning te Everenzegen bijeengekomen. De politie pleegde een inval in die woning en de 33-jarige Marvin D. zag kans in een auto te stappen en weg te komen. Hij werd achterna gezeten door de politieambtenaren. De verdachte is na waarschuwingsschoten geraakt aan zijn rechterbeen en moest zijn vlucht aan de Indira Gandhiweg staken en werd in de boeien geslagen. Na medische behandeling is hij ter voorgeleiding overgebracht naar het politiebureau. In het voertuig van Marvin trof de politie een dubbelloopjachtgeweer, maskers, messen, handschoenen en een aantal scherpe 9 mm patronen en een aantal mobiele telefoontoestellen aan. Het is gebleken dat het jachtgeweer bij een van de overvallen te Cassipora is buitgemaakt. De benadeelde heeft het jachtgeweer positief herkend als de zijne. In het voertuig van Varelgo heeft de politie een loop van een jachtgeweer aangetroffen, een aantal scherpe hagelpatronen, maskers, handschoenen, houwers, een aantal mobiele telefoontoestellen en een handbijl. Beide voertuigen en alle andere zaken zijn in beslag genomen. Alle aangehouden verdachten zijn na overleg met een lid van het OM in verzekering gesteld.
De politie heeft ongeveer 100 personen geregistreerd die opgelicht zijn door reisbureau VKV Holidays. De eigenaar van het reisbureau, Vinesh Kanhai, 32 jaar oud, wiens opsporing aanhouding ter voorgeleiding was gelast door de procureur-generaal, is aangehouden door de militaire politie op de Johan Adolf Pengel luchthaven. Hij is overgedragen aan de politie. Kanhai wordt ervan verdacht zich schuldig te hebben gemaakt aan verduistering en oplichting. Als eigenaar van het reisbureau VKV Holidays organiseerde hij tours naar onder andere Belem, Fortaleza en India. Tientallen personen die gepland hadden om tijdens de grote vakantie naar het buitenland af te reizen, bleken bij aankomst op de luchthaven te Samdrei niet op de vertreklijst voor te komen. Dit was voor andere personen die ook bij VKV Holidays hebben geboekt en nog moeten afreizen aanleiding om zelf op onderzoek uit te gaan. Gebleken is dat de reis van deze personen ook niet gegarandeerd is. De verdachte is na afstemming met een lid van het OM in verzekering gesteld. De afdeling fraude onderzoekt de zaak verder, meldt de politie Public Relations. Dit was TBN Prime Alert van donderdag 28 september 2017. Heeft u nieuws, dan kunt u bellen, sms'en en of appen op het telefoonnummer 87-493. Nogmaals, 87-493. E-mailen kan op tbnprimealert@gmail.com. Bedankt voor het willen kijken en graag tot morgen.